Je hebt in Den Haag traditiegewijs altijd een meerderheidscollege. Maar ik vind voor het besturen van een stad is het ongelooflijk belangrijk dat het college de verbinding legt met alle politieke partijen. Een stad besturen doe je voor alle bewoners van die stad, niet alleen maar voor degene die gestemd hebben op de partij die toevallig dan in het college zit. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke opgave van een nieuw college, dat welke formatie er ook uitkomt, dat zij de verbinding leggen naar de andere partijen in de raad en zorgen dat er een breed gedragen programma komt binnen de stad Den Haag.